zoek uitzendbureau. Dit zijn de resultaten voor dichtstbijzijnde uitzendbureau binnen een afstand van 600 meter. Studentenuitzendbureau. Ja. Goedendag, ik spreek met Milou. Hi, you're speaking with Eureka. Hoi. Hello. I'm coming from London and I'm looking for a job from 9 to 5. From 9 to 5, okay. What kind of job would you like? Because we don't really have that much vacancies on English speaking people, so you have to look for them. Okay, but I don't know them by heart, so you have to go on the website. I don't have a computer in my room. Okay, that's unfortunate. My last boss, I swear that man is sometimes out to get me, you know? No, I don't understand what you mean. Yeah, but it's not... What a way to make a living! You need to help me. It's hard to make a living? You mean in Holland? Yes, hold on. I'm pouring myself a cup of ambition. Just hold on. But is there nothing like a job? Because it's enough to drive you crazy. There's not many jobs for English-speaking person, so you have to look for them online. Okay, but it's all taking and no giving, you know? Can you help me? No, I can't help you. But you got dreams he'll never take away, you know? Yeah, I cannot do anything for you because I don't have the vacancies for English-speaking persons. Maybe you have to look on other websites as well. Yeah, but it's enough to drive you crazy, you know? Yeah, I understand. It's difficult. Now, then I will check out the website, okay? Okay, good. Thank you. Okay, bye-bye. Have a nice day. Bye. Yes, wel allemaal. Vooral die pour myself a cup. Wacht even. Zoek Café Hilversum. Dit zijn de resultaten voor café in de buurt van Hilversum. Goedemiddag, ik ben met Connie. Hi, ik spreek met Julia. Hallo. Ik had een vraagje. Serveren jullie ook speciaal bier? Jazeker. Oké, okay, nou, want ik dacht het is misschien leuk om binnenkort met mijn vrienden een avondje bij jullie langs te komen. En even kijken, ja, ik dacht, bekijk het ook een keertje van een andere kant. En eens even kijken, ik besef allemaal wat ik heb bereikt tegenwoordig. Dus ik dacht, ja, dan kunnen we even met z'n allen proost zeggen. Je bent altijd welkom met vrienden hier. Ja, we hebben speciaal bier op de tappen, we hebben op Flesco speciaal bier en... Ja, okay, kom er heel lang, zou ik zeggen. Dus bij jullie kunnen we wel je volle glas heffen, gevuld met schuimend bier. Sorry, wat zei je? Wat kan je met je volle glas? Jeeuw! Wat doe je nou? Nee, ik kom echt niet. Oh jongens, ik kan dit toch? Dat staat toch helemaal nergens op? Heb jij gewonnen, Yorick? Nou, dankjewel, hè, Jules. Proost.